En we gaan weer op reis. We gaan richting berg en dal. Onderweg bekijkt Karin de vogeltjes die we al gezien hebben, maar nu hier in het boekje. Hier de fabriek van de bauxietwinning. En dan komen we hier bij het Brokopondo stuwdam. Ik struikel haast over mijn woorden. Gebouwd in 1964-1968 en die voorziet Suriname van alle stroom. Nou, dit is het Brokopondo meer, zo groot als de provincie Utrecht. 5000 mensen moesten hier uit hun dorpen trekken, omdat dit meer hier moest komen. 24 dorpen moesten er verdwijnen. Hier onder het water zitten dus nog kerken en van alles. Er schijnt ook heel veel goud te zitten trouwens. Nou, het heet hier Berg en Dal. Ik snap niet hoe ze aan die naam komen. Nou, we hebben hier een mooi plekje in Berg en Dal. Uitzicht op de Suriname rivier. Nou, we vermaken ons hier vandaag wel. Nou, en dan dit keer een bed met een goede klamboe. En die hebben we hier wel nodig. Een zwembad, badje. En hier de rivier, Pal. Met een prachtig uitzicht. Tot zover dit verslag.